zo, oma? Daar komt Annie aan. Wil ze wat weten? Ja, ze komt ook altijd voor de voedselbank. Ja. Dat deel ik iedere week uit. En die mevrouw komt daar ook. Dat is een modezaak. Ja. Met zo'n rode. Ja. Maar hier heeft hij al die foto's, hè? Dit zijn wij niet. Dit hebben ze in Dordrecht op. De bomen. Ja. Wij hebben de bomen. Ah, ja, 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 ja. Het gaat over u. Nou, nee. Het zijn mensen die van het begin van Pendrecht. En de vrouw van Kees Bavius, die is bij verschillende mensen langs gegaan. Die al 40, 50 jaar in de wijk wonen. En die heeft die verhalen allemaal opgeschreven die mensen vertelden. Er zit niets van mij bij. Het was net een gezellig dorp vroeger. Ja, ja. En je zei iedereen gedag en je kent nog veel mensen hier. Als je hier op het plein loopt en dan zie je die en dan zie je die en dan onderweg dan zwaaien dag en dan zwaaien ze en dan iedereen zegt gedag. Het knapt wel op. Het is een tijd heel slecht geweest hier. Het gaat nu de goede kant. Het begint op te knappen. En u bent niet bang of zo om hier te wonen? Nee. Ja, maar ik 's avonds laat loop ik niet. Nee. Dan fiets ik altijd. Ja. Veel jonge lui die ook wel meisjes verkrachten en pakten. En heel crimineel. En hoe hebben ze dat weggekregen? Wat hebben ze daar gedaan? Nou, ze zijn veel huis aan het slopen. Ze moesten even huizen. Heel veel flats zijn ze aan het slopen. En er zijn wel een paar mensen die er achterheen zitten, geloof ik. Hè? Ja, van de Bob, van de bewonersvereniging ook. Die zijn wel aan het proberen om de jongelui een beetje te pakken. Om iets zinvols voor ze te bedenken. Nou, het is meer de oudere mensen die ook al heel lang hier wonen. Die dus het herkennen allemaal. Is er één dingetje in, dan gaat het over dus een Marokkaan. En die heeft het zeker. En iedere keer weer, als ze dat moeten doen, als er toevallig allochtonen bij zijn, dan krijg ik... Dan denk ik, ga door, want straks komt het goed. He, want dan ga je vertellen over een allochtone vrouw die het goed gemaakt heeft. Maar op dat moment en iedere keer, dan krijg ik weer, als ze het maar begrijpen, als ze maar niet weglopen. Ik was toen net 25. Ja, mijn man was 30. Van Java, Jakarta. Maar ik ben hem in Java geboren, Salatiga. Dat is heel mooi daar. En die heeft echt bedankt dat wij hier ons visum kregen om naar Nederland te komen. Want het was niet makkelijk. Dat vertelt mijn man straks ook. Wij hebben zo gemeten. Ik had te veel Indisch bloed. 75%. Ik kreeg dus geen Nederlands paspoort. Dus door dit toneelstuk is er veel losgekomen. Vooral mijn verhaal, hè, uit Indonesië. Dat mensen niet wisten over het Jappenkamp en de Bersiaptijd. Want we zijn eerst als Nederlanders onder de Jappen zijn we in de gevangenis in het kampen gezet. En toen daarna door de Indonesiërs. En eigenlijk weet je dan ook niet van wie ben je eigenlijk dan. Van waarom zijn de Indonesiërs dan ook weer tegen ons? Maar zo was het. Ik ben best wel zenuwachtig ook. Ja. Als ik mijn tekst niet ken, dan gaat Kees gewoon op de achtergrond wat zeggen en dan weet ik het. Even opnieuw. Ja. Dit gebeurt namelijk nooit. Ja, sorry. Dit gebeurt nooit. Dat je zo in de war. Dus wat ik doe is even de tekst laten zien. Het begint al gewoon over. Ja, u maakt daar zenuwachtig. Ja. Ja. Ze ziet allemaal bekende gezichten. Je ziet allemaal bekende gezichten. Zij komt mij, ja.